Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Nancy, het is vandaag zondag en het is ongeveer 1 uur nu. En ik ben al even wakker, ik heb gewoon lang op bed gelegen. Ik heb al even gedoucht. Vandaag is mijn moeder jarig, dus daar gaan wij zo heen. En het leek me wel leuk om jullie even mee te nemen. Mochten jullie nou hier naar kijken omdat jullie mijn andere video hebben gezien over mijn camera. Ja, ik film nu met de Nikon Coolpix A900 en met een nieuw SD kaartje. Dus ik ben heel erg benieuwd bij het bewerken naar de kwaliteit. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. We hebben voor mijn moeder een cadeautje gekocht waar je je handen in kan doen. En dan wordt het met gips en zo. En dan krijg je zo'n beeldje met je handen. Dus het leek me wel leuk om dat misschien ook te filmen. Ik hoop dat we dat vandaag gaan doen. Ik weet niet of we dat nu gaan doen. Maar dat krijgen ze dus. En daarom dacht ik van nou, dan is het wel leuk om dat te filmen. Dus ik ga me zo verder klaarmaken. En dan gaan we die kant op. Mama, haar cadeautje die zit in de doos. En die ga ik nu even inpakken. Zo, nou, dat ging makkelijk. Ik ben bij mama. En mama heeft een puzzel gekocht. Dus die is aan het puzzelen. Maar Ronke is nu even aan het puzzelen. Die vindt het blijkbaar ook leuk. Oh, en daar komt die set aan mijn knippen, of niet? Ik zou even een grote tijger. Nee. Oh, wat mooi. Daar is mama aan het puzzelen. Met haar mooie bril op. De jarige Job. Druk geconcentreerd. Dat zeg ik niet helemaal goed. Keienstenen, weet je. Hier. Nou, maar je mag op de grond neerzetten. Je mag hem wel op de grond neerzetten, maar... Je hebt het kleine gezet. Mag ik een hoop schuld? Dat is wel raar. Oh, hij is op zijn zijkant volgens mij. Dit. Oh. Nu staat hij op de kop. Kom hier uit. Hij moet andersom. Ja, hoe? Zo? Draaien, nog één. Ik denk zo. Wat een ding? Sst. Wie wil hem schrapen? Oh, hier ja. Of met die mes. Hier. Dank u wel. Alsjeblieft. Ah, kapot. Kapot. Breekbaar. Daar staat er niet op. Nee, vergeten. Wat is dit, hè? Jongens. Maar ook al heeft ze het open, zit ze nog niet. Ik heb geen krap met die handen, jongens. Dus... Meisjes. Oh, nou ja, ook je meer thee omheen moest doen. Kijk, we snappen dat helemaal wel. Ja. Nou, dat mag. Oh nee, dat moet eerst weg, anders zie je het misschien. Oh, Ronke heeft die kaartjes er echt in gegooid. Ja, dan moet ik naar de prullenbak toe lopen. Ja, van die stond naast mij, dus ja. Popcorn. Ja, dat ruikt wel naar popcorn. Moet je eens een paar ruiken? Moet je dat eens ruiken? Nee, ruik eens. Oh, dat, die doos. Nee, dat. Ruik naar popcorn of zo. Dan maakt ze het kapot. Ja. Ruikt het niet naar popcorn? Ja, een beetje. Ja, vind ik wel. Ik heb die armband voor jou gemaakt. Oh, sorry. Sorry. Ik wist niet dat hij er een had. Nee, was een grapje. Heb ik wel gemaakt, maar het was gewoon. Ik kan het niet eruit. Oh. Het was een zwaar, we moeten er is dit, jongens. Ja, een veldkruis, zeg ik ja. Verpot. Body. Oh, body. Nee. Body painting. Oh, we krijgen het ding ook, jongens. De body painting. Oh, wat gaan we doen? Dat is wel mijn slanker, hè? Is het? Nee. Wat is dit? We hebben al een suctie gegeven. Wat is dit? Weet ik niet. Moet ik het openmaken? Nee, nee, niet nu. Oh. Nou, straks kunnen we dat wel doen. Oh, is dat voor je lichaam? Mm.
Beetje. Helemaal witje. Maar jij bent best niet heel. Nou, zeg het maar, want ik kan het niet zo goed. Ah, je ziet geen, ik dacht dat je hier op plaatjes zag. Ja, wat is het dan? Het heeft wel met je lichaam te maken. Ga ik het, dan moet ik het knepen. Nee. Mag ik dit wel op, maar? Ja, maar ik weet niet of je daar wat wijzer van wordt. Oh, weet dat. Wat is het dan? Oh. Wat was het? Snuifje. Oh, hi. Misschien snap je dit. Gewoon plaatjes kijken. Ja, maar misschien staat het er wel op, hoor. Kan ik met een hand erin doen zo? Ja. En dan wordt het hard? Ja. En dan heb ik een hand van mezelf, een kaars. Nee, nee, geen kaars. Dat leek niet zo. We wouden met z'n drieën, met Lisette, mij en jou, en dan onze handen erin. En dan heb je een beeldje met onze handen. Ah. Nou, zo vond het niet leuk. Oh, ik dacht met een roze kont. Nee, dat past niet in de emmer. Dat is echt te klein voor. Ik moet wel een chitter zo beginnen. Ja, kan ik, ja, dat kan ook. Dus met z'n drie alle tegelijk dan? Of best zijn ik allebei. Ja. Kan ook, als je dat niet verveelt. Ja, je moet, ik weet niet precies, maar er moet eerst iets in. En dan doe je die hand, doe je zo erin. Even mooi dan erin doen. En dan haal je hand er weer uit. Denk ik, en dan giet je dat anders erin en dat is dan... Oh, is dat gelukkig? Want het is Nederland. Ja, wel Nederland. En dat is dan je cadeau. Oké. Nou, dan moet ik eens kijken. Maar dan moet dan mijn hand en jullie hand er allebei tegelijk in. Ja. En dan moet je wel nog een persoon erbij hebben. Want er, ja. Weet ja, dan moeten we even kijken hoe het moet. Maar dat wouden we misschien straks doen dan. Oh ja. Oh, je kunt, moet je dus dat ook, zeg ik net tegen. Ik doe je de buik van een zwangere vrouw. Ja, dat is niet dit, maar dat heb je ook. Wij zijn inmiddels weer thuis van mama haar verjaardag. Het was heel erg gezellig. Het cadeau wat we hebben gegeven, dat gaan we in haar nieuwe huisje doen. Want ze gaat, als het goed is, verhuizen. Ik ben al een keer eerder bij haar geweest om helpen met inpakken. Alleen toen ging de verhuizing helaas niet door. Dat was heel erg jammer. Maar ja, als het goed is, gaat ze nu toch wel weer verhuizen. Ja, het is zo'n hand die je dan, drie handen van zusje mij en mijn moeder, zeg maar, die dan elkaar vast, die elkaar dan zo vasthouden en daar maak je een beeldje van. Dus ja, straks gaat het kapot bij het verhuis of zo. Dus was het van, nou weet je, anders doen we het gewoon in het nieuwe huisje. En misschien gaan we ook kijken of we het nog in een kleurtje doen. Misschien daar dan nog wel een losse video maken of een vlog. Ja, dat weet ik nog niet. Nou, verder was het heel erg gezellig. We gingen Monopoly aan. En lekker eten. We hebben nog een beetje gepuzzeld. Dus dat was allemaal wel heel erg gezellig. Maar ja, we zijn nu gewoon weer thuis. Dus ik ga de video ook afsluiten. Want ja, ik denk niet dat wij nog veel bijzonders gaan doen. Ik denk eigenlijk niks. Ik denk dat we gewoon zo lekker gaan slapen. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je nieuw bent. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel terug bij een volgende video.